Goeiedag, het is Kathleen van Emotanken. Emotanken is een kanaal waarin ik mensen wil helpen om een gezond zelfbeeld te bekomen na narcistisch misbruik en of emotionele verwaarlozing. Maar ook mensen die in het algemeen geïnteresseerd zijn in een gezond zelfbeeld en of die hun kinderen tools willen geven om te laten opgroeien tot volwassenen met een gezond zelfbeeld. In deze video wil ik graag het tweede deel toelichten van van de lange termijn gevolgen van emotionele verwaarlozing. Als je de eerste video nog niet hebt gezien, klik dan zeker en vast op de link hierboven. En leg ik de eerste lange termijn, de eerste vijf lange termijn gevolgen uit. En vandaag wil ik graag de 10 andere gaan opnoemen. Dus als eerste lange, of zesde zal ik dan zeggen, zesde lange termijn gevolg is dat mensen die te maken hebben gehad met emotionele verwaarlozing vaak te kampen hebben met schuld- en schaamtegevoelens. Nu, wat is het verschil tussen schuld- en schaamtegevoelens? Schuld is, je hebt een fout gemaakt en je voelt je schuldig. Bijvoorbeeld, je hebt iets grof gezegd tegen iemand anders in een moment van kwaadheid, of je hebt je niet aan je belofte gehouden, of je hebt een leugentje verteld en achteraf voelt je een vorm van spijt en voelt je schuldig. En je gaat zeggen van, ja, ik heb een fout gemaakt en ik voel me daar niet goed bij. Ja? Dat is schuld, dat is een gezond. Je hebt ook een gezonde schuldgevoelens. Dat is ook ergens spijtgevoelens mogen. En dat zijn ook lessen als mens natuurlijk die je dan hebt. Maar daartegenover heb je ook schaamtegevoelens. Schaamtegevoelens is hetzelfde. Je hebt iets fout gezegd of je hebt iets grof gezegd. En je gaat zeggen, daarachteraf ga je het persoonlijk maken. Je gaat jouw handeling, jouw gedrag, jouw fout helemaal laten verweven met jou als persoon. Je gaat zeggen van, er is iets mis met mij. Ik ben een beschadigd goed. Ik ben een slecht mens. Dat is het verschil. Dus het voelt veel zwaarder aan. Bijvoorbeeld, bij kinderen maken een fout en ze gaan zeggen, in plaats van, ja, ik heb mijn zusje pijn gedaan, bij wijze van spreken, gaan ze zeggen, ja, ik heb mijn zusje pijn gedaan, dus ik ben een stout kind. Dat is wie ik ben. De fout wordt persoonlijk. Bij volwassen mensen kan er zijn bijvoorbeeld de relatie is afgelopen en ze gaan zeggen, ja, er moet wel iets mis zijn met mij. Ik zal wel hechtingsgestoord zijn, want het lukt bij mij niet. Dat gevoel, dat schaamtegevoel van, als ze me echt kennen met mijn schaduwkanten, dan gaat niemand van me houden. Niemand houdt van mij zoals ik werkelijk ben. Het is een fundamenteel gevoel van, er scheelt iets met mij, er is iets mis met mij. En dat zie je heel vaak, dat mensen uit emotionele verwaarlozing hebben, maar ze gaan dat niet delen met andere mensen. Ze gaan er niet over praten. Want als ze dat laten zien, dan gaan anderen hen misschien helemaal afwijzen. En dan zijn ze helemaal alleen. Dat gevoel, eenzaamheid, alleen voelen, dat kennen ze maar al te goed vanuit de kindertijd. Je ziet heel vaak, omdat die gevoelens er niet hebben mogen zijn in die kindertijd, dat daar schaamtegevoelens over gaan komen als je boos bent geweest, als je gefrustreerd bent geweest, als je verdrietig bent geweest. Je hebt ergens geleerd van, kijk, ik moet die gevoelens in een lade verstoppen. Gevoeligheid is slecht, dat wordt afgekeurd. Ik moet me daarvoor schamen, ik ga dat niet delen met anderen. Ik ga dat voor mezelf houden, want anders eindig ik terug alleen. Ja, dat is een kenmerk. En natuurlijk kom je dan automatisch uit bij het zevende kenmerk. Als je last hebt van veel schuld- en schaamtegevoelens, gaat dat ook vaak gepaard met zelfhaat. En dat is ook een gevolg, een lange termijn gevolg, wanneer in de kindertijd niet is voldaan aan die emotionele behoeftes. Dus je ziet heel vaak van dat geloof van, ja, ik ben een beschadigd goed, ik haat mezelf. Je gaat zelfs periodes hebben waarin je walgt van jezelf, waarin je zelfdestructieve neiging kan hebben. Het kan overdreven hard werken zijn, volledig over je grenzen gaan, verslavingen, eetverslavingen, automutilatie, eetstoornissen, allerlei wegen, zelfdestructieve wegen om die opgebouwde spanning kwijt te geraken, maar ook dat laag zelfbeeld, die zelfhaat en dat geloof om met die emotionele pijn die je van binnen draagt, om daarmee om te kunnen gaan. Het is ook heel vaak dat deze mensen hebben dan ergens iets van, ik verdien straf. Er is ergens een patroon dat zegt van, ik verdien straf en andere mensen verdienen liefde. Er is een enorme hartstikke
hate naar zichzelf toe. Het verwerpen van het zelf. Zo een herhaling van dat wat bij de ouders is gebeurd. Want ik ben verworpen geweest. Ik heb me niet geliefd gevoeld. Er was niemand fundamenteel voor mij. Dus ik haat mezelf. Ze hebben dat gebrek van kunnen van ouders persoonlijk gemaakt. En ze hebben dat hun eigen gemaakt. Er werd niet van mij gehouden. Ik heb geen liefde gekregen. Ik heb straf gekregen of ik werd genegeerd. Dus ik haat mezelf. Het is mijn fout. En van daaruit, omdat dat gevoel, die emotionele pijn, vaak veel te zwaar is om alleen te dragen, zie je ook dat perfectionisme ontstaat. Om dan toch maar... ja, te kopen, hè? Want je kunt niet voortdurend in die staat leven van zelfdestructie en zo, dan leef je gewoon niet meer langer op deze planeet. Hè? Bij sommige mensen gebeurt dat helaas wel eens waar. Als er geen weg naar herstel is of geen bewustzijn, dan kan dat zeker en vast gebeuren. Maar bij anderen die gaan dan, om dat niet de hele tijd te voelen, ook wel een patroon hebben van perfectionisme. Hè? Geen fouten maken, altijd alles goed doen, dat moet in orde. Die strengheid naar zichzelf toe om toch maar die goedkeuring van anderen te kunnen krijgen. Ja, het achtste gevolg is dat je moeite hebt met het benoemen van sterktes en zwaktes in jezelf. Er is nooit iemand geweest in jouw kindertijd die aandacht heeft gehad voor jouw talenten, maar ook dat de gebreken werden misschien wel benoemd, hè, maar er werd niet echt gezegd van kijk, dat is iets waar we aan gaan kunnen werken. Of wat kunnen we gaan doen om dit beter te maken. Bijvoorbeeld een kind dat niet om kan met verlies. Van kijk, ik zie dat je moeilijk om kunt met verlies. Dat is wel een werkpuntje. Hoe gaan we dat nu? Hoe gaan we dat oefenen? Of hoe gaan we dat beter kunnen doen? Dat is er dus niet en dat maakt dus ook heel vaak er ook heel weinig gevraagd van wat vind jij, wat wil jij, hoe zie jij dat, die diepgang is er niet. Dus je weet op den duur ook niet wat je wil of wie je bent, welke job je moet gaan uitoefenen. Je ziet ook vaak bij mensen met emotionele verwaarlozing dat in hun later leven wel eens makkelijk van job kunnen wisselen of ook vlugger gaan stoppen als er een tegenslag is of zo. Ze zijn als het ware soms een vorm van een chameleon, van ja, welke identiteit heb ik nu? En heel vaak gaan ze dat van buitenaf laten opleggen naar hen. Van zeg jij mij, wat moet ik doen? Hoe ziet jij dat? Wat zou jij doen? Hoe denk je dat ik soms kan ik zeggen, is dat oké dat ik dit voel? Is dat oké dat ik dit doe? Er wordt de hele tijd, dat is van binnenuit, wordt dat moeilijk opgebouwd. Omdat dat er vroeger ook nooit is geweest. Dus ze gaan van buitenaf door andere mensen laten bepalen welke route ze moeten uitstippelen. En er is ergens zo een heel sterk gevoel van, ik benut mijn potentieel niet. Dat is iets wat heel typerend is. Het negende kenmerk is dat je moeite hebt om jezelf en anderen te verzorgen. Houd er niet van als anderen je nodig hebben. Dus er is een strijd in jezelf of in de mensen die het meemaken. Aan de ene kant is er een kind in jezelf dat zegt van wanneer gaan mijn behoeftes eens meetellen? Wanneer ziet iemand mij nu? Wanneer word ik zichtbaar? Waar moet ik altijd geven? Hallo, hè? Ik wil ook een beetje liefde, ik wil ook een beetje aandacht. En aan de andere kant is er ook een kind in jezelf dat zegt van, een klein kindstuk dat zegt van oei, ik heb nu tijd voor mezelf genomen, ik voel me schuldig, ik ben egoïst. Dus nu gaan de anderen misschien denken dat ik hun verwaarloos, dat ik er niet ben voor hen en misschien gaan ze me afwijzen. En ja, je ziet dat zo behoefte uiten, behoeftig zijn, er zit een lading op, omdat er nooit vroeger is ingegaan op die behoeftes. Hè. Die behoeftes waren tot last, die behoeftes waren niet vervuld. Dus er is een... Ja, het tiende kenmerk wat heel vaak voorkomt, is bij volwassenen die emotioneel verwaarloosd zijn geweest, dat ze vaker als andere mensen toch wel met rust gelaten willen worden. Van laat mij nu met rust, geef me toch een beetje rust. Vlugger overprikkeld geraken. Dat je echt zegt van ik wil even niet deelnemen aan die familieactiviteit of ik wil geen spelletjes spelen, ik wil gewoon rust. Praat even niet tegen mij, laat mij. Ja.
Ook elke kenmerk, vlugger geïrriteerd. Dat kan, hier zie je ook weer die onzichtbaarheidswonde, hè? Die terug naar boven komt in de kleinste dingen in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld, je vraagt iets, ik zeg maar aan je kind, snoet je neus. En het irriteert jou bijvoorbeeld dat er snottenbellen hangen. Je hebt dat heel vaak gevraagd en de kind doet dat gewoon echt niet. En dat kan echt een enorme irritatie opleveren. Maar dat gaat niet alleen om die snottenbellen. Daar is opnieuw het verhaal aan het spelen van de jeugd. He, wat nog in je systeem zit van ik word niet gezien, ik word niet gehoord. Ik heb dat zo vaak gevraagd en ze lopen gewoon over me heen. Mijn wensen en mijn behoeften stellen niet mee. En heel vaak speelt dat programma op de achtergrond, waardoor dat mensen in hun volwassen leven vlugger geïrriteerd gaan zijn. Dat kan ook zijn. Bijvoorbeeld, je hebt dan iemand gevraagd van wilt je dat samen met mij overleggen? En ze vergeten nu. Ze gaan toch gewoon doen wat zij in hun gedachten hadden. En opnieuw kun je je daarin heel alleen gaan voelen. Van kijk, ze zijn me vergeten. Weer al die onzichtbaarheidswonde. En dat doet pijn. Dat wordt geraakt. En een mechanisme, een afweermechanisme van ons lichaam, dat die pijn niet wilt voelen van vroeger, die in het nu geraakt wordt, die gaat kwaad worden. Geïrriteerd, maar 13e kenmerk kan ook heel reactief zijn. Hè? Extreme kwaadheid, een woede, met deuren slaan, gaan schreeuwen, gaan schelden. Echt moeilijk tot jezelf kunnen gaan kalmeren. Er is geen zelfregulatie. Dat is vroeger ook niet geleerd. Dat is niet voorgedaan door de ouders en de ouders hebben het ook niet met jou gedaan. Als je als kind niet boos mag zijn, of je bent boos of het wordt gewoon genegeerd of afgestraft, dan leer je niet, dat wordt niet benoemd van kijk, ik zie dat je boos bent. Je wilde bijvoorbeeld dat koekje en je hebt dat nu niet gekregen en ik zie dat je daar heel boos van wordt, want je had dat graag gewild. Ik begrijp dat wel. Laat het er maar uit. Ga maar even slaan op de kussen, zo stamp even met je voeten op de grond. Maar ja, en toch houd je als ouder die grens. Hè. Je gaat dan niet dat koekje toch gaan geven, want mijn kind heeft een emotie, want mijn kind heeft het moeilijk. Dat gebeurt niet als je ouders hebt die je niet bewust zijn van die emotionele kennis van die tools. Ook troosten gebeurt niet. Hè. Bijvoorbeeld, ze zijn kwaad geweest en daarna komt dat verdriet eruit. Dat wordt genegeerd, daar wordt geen aandacht aan gegeven. Die kinderen die ervaren dat heel vaak alleen op een kamer of op een andere plaats waar niemand hen ziet of hoort. En waardoor dat ze ook, er heeft niemand aan geleerd hoe ze zichzelf kunnen troosten, zichzelf kunnen reguleren. Wat maakt dat je moeilijker je kwaadheid los kan laten. Het 13e voorbeeldje, het 13e gevolg van emotionele verwaarlozing is dat je moeite hebt met grenzen aangeven en dromen. Ja, dat heeft er ook weer mee te maken, als jij niet weet hoe je voelt, als jij niet weet wat je wilt, dan kun je ook niet zeggen als iemand iets doet wat niet fijn voelt, want je zit zo bij die ander bezig en hoe die ander zich voelt en je bent zo vaak jezelf vergeten of je voelt niet van ja, ik voel me hier bang of ik voel me onzeker of ik voel me geïntimideerd of ik voel me onveilig. Die emoties, die gevoelens, die zijn afgevlakt, die zijn verdrongen en die heb je nodig om grenzen te kunnen aangeven en je hebt ook contact met jezelf nodig. Dat je genoeg met jezelf contact hebt, zodat als je nee zegt tegen iemand en die wandelt weg en die laat je alleen, dat je daarin sterk genoeg staat. Zolang dat je die wonden van de emotionele verwaarlozing, die onzichtbaarheidswonden, niet hebt genezen, gaat dat moeilijk blijven. Ja. Het andere, het 14e kenmerk, is gebrek aan discipline en doorzettingsvermogen. Ja, dat spreekt voor zichzelf. Hè. Dat is vaak aan iets beginnen, het niet afmaken. En het 15e kenmerk is natuurlijk wanneer je bewust wordt dat je emotioneel verwaarloosd bent geweest en dat je het ziet, hè, dan zie je ook heel vaak van oké, dit is een generatieprobleem. Hè. Dit is een stuk dat van generatie op generatie is doorgegeven. En dan zie je, oh kijk, en dit zijn de gevolgen die ik daar nu van heb. Ja? Dit zijn de lange termijn gevolgen, maar dat is niet wie ik ben. Dat heeft me wel heel veel pijn gedaan en ik heb daar mijn kwetsuur aan door opgelopen, maar dat is niet wie ik ben. Maar dan ga je ook beseffen van, ja, maar
ik wil dat niet aan mijn kinderen doorgeven. Want je ziet wat er in de voorgaande lijn is gebeurd. Maar je weet en je voelt hoe dat voelt, welke pijn dat met zich teweeg brengt. Je wordt je bewust van de lange termijn gevolgen die daaraan vasthangen. Je zegt van, ik wil mijn kind of mijn kinderen dan die besparen van die emotionele pijn. Dat is ergens heel mooi, hè? Dat is goed. Maar het is wel voornaam om erop te gaan letten dat je kinderen geen project gaan worden. Van ik ga alles oplossen. Ik ga heel het generatieprobleem van alle emotionele pijn die van generatie doorgeven, die ga ik in dit leven doorbreken. En ik ga mijn kinderen ontzien van alle pijn. Dat bestaat niet. Dat is een fantasiewereld. Dat moet ook niet. Dat gaat u ook niet lukken. Dat is een onrealistische verwachting. Het is zeker en vast goed om aan jezelf te werken, aan herstel te werken en iedere dag te proberen en je uiterste te geven en wel liefde en wel vragen te stellen, liefde te geven en vragen te stellen van wat wil je. Wie ben jij? Waar ben je goed in? Waar ben je minder goed in? Om gesprekken te voeren aan tafel, dat is heel mooi. Maar kijk er ook naar dat er ook niets in jou is dat angst heeft. Dat als jij de emotionele pijn toch doorgeeft aan jouw kinderen, dat zij jou in de steek gaan laten. En dat je dan opnieuw alleen bent. En daar draait alles rond als je emotioneel verwaarloosd bent geweest, dat diep gevoel van eenzaamheid, dat is de kern, hè. Alles woekert er rond, dat is een spinweb, dat is de kern, angst om alleen te zijn, die eenzaamheid, die leegte en een heel spinweb van draden, al die gevolgen die ik heb opgenoemd, die worden daar rondomheen geweven. Dat bepaalt uw denken, dat bepaalt uw leven, dat bepaalt de beslissingen die je neemt, dat bepaalt hoe je met je kinderen handelt, zolang je daar niet aan werkt en niet aan herstelt. Want dan ga je misschien heel veel pleasen en altijd die liefhebbende ouder zijn en je heel schuldig voelen en angstig zijn als je eens boos bent geweest. Want misschien vinden ze jou nu ook een monster. En misschien gaan ze je later daarvoor je kwalijk nemen en dan gaan ze je ook verlaten en dan gaan ze je ook alleen laten. En dan zie je weer al dat kindstuk dat je eigenlijk projecteert op je eigen kinderen. Dat is misschien wel moeilijk uitgelegd, er een bepaalde vorm van bewustzijn rond hebben en soms kom je daar niet tot jezelf toe, maar dat kan je zeker en vast wel bekomen door te werken met therapeuten die kennis van zaken hebben natuurlijk en die zelf ook wel al voldoende bewustzijn hebben om in zichzelf voldoende zelfreflectie te doen. Hè? Want als je dat niet in jezelf kunt doen, kun je dat ook niet bij iemand anders daarin ondersteunen. Dus ja, let erop. Hè? Dus van die angst, hè, dat is het fijne kenmerk van die angst om de kinderen, jouw kinderen, ook emotioneel te gaan beschadigen. Laat die angst niet de opvoeding bepalen, maar merk dat op. En merk dat ook op dat er zitten goede intenties in. Maar merk ook op dat er een stukje angst onder zit van misschien als ik het niet goed doe als ouder, gaan ze mij later kwalijk nemen, gaan ze me misschien ook alleen laten. Je kan niet voortdurend in verbinding staan met je kinderen. Je kan niet altijd perfect handelen. En je kan er ook niet voor zorgen dat zowel jij als je kinderen je altijd gelukkig gaan doen voelen. Dat is een fantasiewereld, dat bestaat niet. De nasleep van emotionele verwaarlozing, al die gevolgen die ik heb opgenoemd in deze en de voorgaande video, die gaan niet vanzelf weg. Echt niet. Dat is niet, als je nu één keer naar deze video luistert, dan kun je daar wel bewust van worden en je herkent waarschijnlijk verschillende gevolgen bij jezelf. En dat is de eerste stap. Dan zie je het probleem, dan zie je de gevolgen. En doordat je de gevolgen ziet, ga je het ook meer kunnen loskoppelen van jezelf. Dan is het niet langer een identiteit van er is iets mis met mij. Ik heb dat probleem, hier worstel ik mee, daar worstel ik mee. Nee, dat is gewoon oorzaak en gevolg. Dat is niet wie dat je bent. Ja? Maar dat programma, je jeugd, is van tot en met de leeftijd van 8 jaar wordt het grootste stuk zoals in een computerprogramma gedownload. En dat werkt op automatische piloot. 95% van uw handelingen gebeuren onbewust, hè, zoals je met een auto rijdt. En als je emotioneel verwaarloosd bent geweest,
zijn die lange termijn gevolgen, misschien niet allemaal, maar toch wel heel veel, een jouw programma. Maar je moet niet dat programma jouw hele leven laten bepalen. Maar je gaat er niet alleen van afgeraken. Je zal er toch wel hulp voor nodig hebben. Weet je, je hebt het als kind heel vaak alleen moeten doen, maar dat moet nu niet meer. Ga naar een therapeut. Word je bewust. Ja, het is een herstelproces. En dat is een herstelproces met vallen en opstaan. En het vergt doorzetting, het vergt moed. Maar het is zo mooi als je op een punt kan komen dat je dat meer en meer gaat kunnen observeren in jezelf en dat je dat niet meer persoonlijk maakt van dat is wie ik ben. Nee, dat is mijn oud programma wat opspeelt. Ah, ik zie u. Ik zie u. Dat is niet wie ik ben. Ik ben perfect, imperfect en ik ben goed genoeg. En dat je op een punt komt dat je van zelfhaat en schaamtegevoelens naar een gevoel kunt gaan van ik ben goed genoeg. En dat dat niet meer gekunsteld aanvoelt of kwaad of iets een staat die je moet bereiken, maar dat je gewoon diep van binnen echt voelt, ik ben goed genoeg. En je kunt dat. Echt waar. Ik heb dat vroeger ook moeilijk geloofd, want ik heb als puber, als jong volwassene, 20-jarige, ik haatte mezelf, echt. Maar het kon niet anders. In het nest waarin ik was opgegroeid, kon je niet opgroeien met een gezond zelfbeeld. Dat is gewoon, dat gaat niet. Maar echt, ik kan echt zeggen, op dit punt sta ik echt op een punt in mijn leven dat ik kan zeggen, ik ben perfect en perfect. En ik voel me goed genoeg. En dat komt niet vanzelf, maar het kan. Dus als je soms de hoop opgeeft en dat je denkt van, dat gaat niet, jawel, dat gaat wel. Maar het is hard werken. Dat geef ik gerust toe. En het is een weg die niet vele mensen bewandelen. Maar als je naar dit kanaal aan het luisteren bent en als je nu op dit moment nog naar mijn video aan het luisteren bent op het eind van de rit, dan denk ik wel dat je daar wel klaar voor bent. Dat er een deel in je is dat er klaar voor is. En ik kan alleen maar toejuichen. En ik heb heel veel respect en bewondering voor mensen die dit pad durven ingaan en die de keten doorbreken, stapje per stapje. Niet alles, maar perfect en perfect. En als je nog meer wilt volgen van dit kanaal of meer video's wilt horen over narcistisch misbruik, emotionele verwaarlozing, herstel, enzovoort, enzovoort. Zeker en vast mijn kanaal abonneren. En ik hoor heel graag van jullie. Hè. Ik vind dat zo fijn. Als er reacties komen, vragen of opmerkingen. Ik wil niet vanuit een verheven positie praten tegen jou. Ik wil graag, ja, ik hou wel van die wederkerigheid en om te horen wat er bij jou leeft. En ja, laten we elkaar gewoon helpen en bijstaan. En dat zou heel mooi zijn. Een hele fijne dag of avond of nacht. Ik weet niet wanneer je aan het luisteren bent. Maar in ieder geval, ik wens je het allerbeste toe. Dag.